Jullie verliezen pijnlijk met 1-4 van de harde cijfers. Hoe zou je dit willen omschrijven, deze nederlaag? Hoe wil je een nederlaag van 1-4 omschrijven? Ja, dat is pijnlijk, komt hard aan. Dat ben je niet gewend, zeker niet in eigen huis, naar wat je hebt laten zien het gehele seizoen. Dus ik denk dat dat dan ook een blamage is voor het team, voor de gehele staf, eigenlijk voor het gehele publiek. Iedereen om Sparta heen, omdat dit hoort niet. Ongeacht op Os natuurlijk. Complimentjes naar hun toe en alle respect naar hun toe. Maar dit hoort niet, zeker niet in eigen huis. En dat moet je jezelf ook kwalijk nemen. En ik denk dat je jezelf daar ook gewoon persoonlijk voor moet straffen. Begrijp je? En natuurlijk niet dat de trainer ons moet gaan straffen met straftrainingen. Maar ik bedoel voor persoonlijk. Een beetje hard voor jezelf zijn en weten van dat dit soort dingen niet mogen gebeuren. Zeker niet als je aan het werken bent naar de play-offs toe. Dan moet je weten dat je er gewoon moet staan als je eventueel voor succes wil gaan. Als je volgend jaar in de Eredivisie wil voetballen. Dan denk ik dat je veel beter moet gaan voetballen, ongeacht het niet altijd even makkelijk is om jezelf op te laden voor elke wedstrijd. Ik begrijp dat we in een hele bepaalde andere fase zitten, dat de competitie een beetje gespeeld is. En dat geldt voor iedereen, dat geldt net zo goed voor mij en dat geldt gewoon voor het hele team. En dat betekent ook dat we gewoon één team, één taak hebben. Dus we moeten ons dit ook gewoon met z'n allen zelf kwalijk nemen. En niet kijken naar individuele fouten, want dat doet er helemaal niet toe. Het is gewoon Sparta en daar moeten we ook gewoon voor staan. Dus dit is dit, pijnlijk. Maar dat moet maar gewoon niet meer gebeuren. Het gekke is dat jullie niet eens verkeerd beginnen. Jullie komen ook op een 1-0 voorsprong en langzamerhand wordt het dan wat minder. Zie je dat helemaal wegdruipt. En dat heeft te maken met energie, dat heeft te maken met hoe je je duels aangaat. En onze trainer heeft dat allemaal van tevoren aangegeven. Dus wat dat betreft staat de trainer gewoon helemaal buiten dit stukje. Wij moeten het doen op het veld, dus dit heeft ook gewoon te maken echt met ons. Dus we moeten gewoon in de spiegel aankijken. Overmorgen op de club komen en dan gewoon hard gaan trainen en op naar de volgende wedstrijd. Hoe is het verder met jou gegaan? Want je bent lang niet in de basis begonnen, vandaag weer wel. Hoe ging dat? Wat bedoel je precies? Dat... Fysiek? Ja, qua fysiek gesteld. Ik bedoel van als je geen wedstrijden speelt, dan is het niet altijd even makkelijk om jezelf op te pompen. En zeg maar zo fysiek sterk te zijn als je normaal bent, als je elke week voetbalt, snap je? Nou ja, keuzes worden gemaakt en dat is gewoon respectabel. Ik bedoel van, ik ben onder dan 32, dus ik ben ook niet meer de type om zeg maar, tuurlijk blijf ik topsporter en natuurlijk blijf je teleurgesteld op het moment dat je op de bank terechtkomt. En ja, dat vreet soms wel aan je, maar je moet natuurlijk altijd een weg proberen te vinden om eventueel een draai eraan te kunnen geven en de trainer ervan proberen te overtuigen dat je de volgende wedstrijd gewoon wil voetballen. Nou ja, wat dat betreft denk ik dat ik het niet slecht doe. Een speler die heel teleurgesteld is Eduard Duplan. Ik zag hem zojuist uit de kleedkamer lopen, gelijk naar huis. Kwam in het veld en werd gewisseld. Pijnlijk, maar ja, dat is topsport. Begrijp je wel dat hij heel teleurgesteld is? Ja, tuurlijk begrijp ik dat. Ik bedoel, van geen enkele voetballer wil dat meemaken. En dat heeft niks te maken met leeftijd. Ik bedoel, van dat soort dingen komen hard aan. Maar nogmaals, begrijp me niet verkeerd, de keuzes van de trainer, dat zijn de keuzes van de trainer. Maar ik als speler en als teamgenoot van Eduard voel sowieso met hem mee. En ik bedoel, van, op het moment dat we hier op de train gaan, ga ik zeker eventjes met hem praten om hem hard onder de riem te steken. Want dat gun je niemand natuurlijk. Dus dat zijn natuurlijk wel momenten, dat hoort in de topsport, maar je gunt het niemand. Tot slot kan je hier ook positieve dingen uithalen, omdat het met alle respect voor over een maand play-offs. Als trainer, als je nu alles dik wint, dan heeft de trainer weinig, wat zeg je? Ik bedoel, dan hebben we er nog niks aan, omdat de Twente al kampioen is. Ja. Ja, natuurlijk, zo kan je het ook zien, maar uiteindelijk blijven we topsporters. Uiteindelijk wil je wedstrijden blijven winnen. Maar nogmaals, wat ik al aangaf, het is niet altijd even makkelijk om je zeg maar, op te pompen voor bepaalde wedstrijden. Je stapt natuurlijk ook niet altijd met een goede been uit bed. Ik denk dat wij, als je dan zeg maar, een excuus wil gaan zoeken wat voor vandaag, wat wij persoonlijk niet willen doen, denk ik dat we gewoon een zware off-day hadden en dat Toppos daar gewoon optimaal van heeft geprofiteerd.